Noah Fadiga, geboren op 3 december 1999 in Brugge, maakt op dit moment indruk als rechtsback van Heracles Almelo. Eerder speelde hij voor onder andere Brugge en Volendam, maar nergens trof hij een warmere plek aan dan bij zijn huidige werkgever. Het is hier echt een familiegevoel dat ik heb. Hier gewoon in Almelo en hier bij Heracles, dat de mensen echt vriendelijk zijn. Iedereen is er altijd om je te helpen en zo. En dat ik in het verleden nog niet echt, echt op deze manier meegemaakt hoe de mensen hier vriendelijk zijn en gewoon open zijn. Het is gewoon een prima ploeg waar je kan bewijzen en waar je gewoon kan tonen dat je hoort in de Eredivisie. En als je dat goed doet op een bepaalde manier en je bent jong, dan word je soort van gewoon ontdekt en ik ben heel tevreden hoe het gaat. Natuurlijk zijn er altijd een paar aandachtspunten dat ik nog moet aanwerken en zo, maar ik ben zeker en vast op de goede weg. Ik heb zelfvertrouwen, ik weet wat ik kan en dat is ook mijn sterktepunt. Ik zie bijvoorbeeld Heracles niet als mijn einddoel en ik moet gewoon zorgen dat ik consistent blijf en gewoon goed spelen. En dan, ik zou heel graag in de Premier League belanden. En daar werk ik voor en daar speel ik voetbal voor. Het leeft gewoon en voor mij is dat het aangenaamste en beste competitie in de wereld. Een soort van mijn spel en hoe mijn lichaam is en zo vind ik dat ik daar tussen haakjes het beste pas. De 22-jarige Fadiga heeft de mogelijkheid om uit te komen voor Senegal, maar kan ook kiezen voor het Belgische nationale elftal. Een moeilijk vraagstuk, helemaal met de rol die zijn vader hierin speelt, die vooral in Senegal grote bekendheid geniet. Ik probeer daar niet te veel mee bezig te zijn. Het is een soort van een beetje gevoelig, zoals de meeste mensen weten. Is mijn vader altijd speler geweest van Senegal en behoort hij tot een van de beste spelers dat Senegal ooit heeft gekend. En daarom ligt het ook zo heel gevoelig voor mij, omdat ik die dubbele nationaliteit heb. Vind je het ook moeilijk om daarover te praten? Ja. Maar steeds als die vraag komt, heb ik zo van een beetje mijn antwoord klaar. Want zoals ik zei, ligt het een beetje gevoelig. Soms geef je die druk van, ga ik ooit zoals hem worden? Of ga ik überhaupt wel een goede voetballer worden? Dat spookte wel vroeger in mijn hoofd. Tot zelf, 2 jaar geleden, had ik daar echt heel moeilijk mee. Vooral zoals ik zei, als die vraag komt van Senegal, België, vond ik niet aangenaam. En de mensen die je de hele tijd toespreken van word je zoals je vader, word je zoals dit. Is niet gemakkelijk om de zoon van te zijn. Maar de laatste jaren ben ik daar heel sterk in geworden in mijn hoofd. En zoals ik zei, de enige dat druk aan zich mag geven, dat ben ik. Mijn vader doet veel benefietwedstrijden en hij zit in het Afrikaanse gedeelte van de FIFA, die de CAF noemt. Dus hij ontmoet en kent veel spelers en topspelers. En af en toe sturen die wel eens een videootje. Ronaldo, Ibrahimovic en zo heb ik al eens gehoord. En hij is wel aangenaam om van die topspelers toch een woordje te krijgen, zeggen ze dan. Ronaldo zei dat ik vooral naar mijn vader moest luisteren en naar niemand anders. Noah, do like your father. Okay? Okay. Great. Dat soort dingen zijn wel grappig en het is wel leuk om te horen. Ja, en Noah Fadiga is als klap op de vuurpijl genomineerd voor de Fashion Player Award van Life After Football. Mode is voor hem, naar eigen zeggen, heel belangrijk. Maar hoe kunnen we aan hem zien hoe ijdel hij is? Ja, nu niet, maar ja, kan je dat zien. Ja, dan moeten jullie eigenlijk uitmaken dat ik zo overkom, ja of nee. Ja, ik denk dat Instagram en de kledij en zo dat ik presenteer naar de buitenwereld daar wel bij geholpen heeft, denk ik. Want ja, uiteindelijk als je op een voetbalveld staat, heeft iedereen hetzelfde aan van je team. En dus daaraan zal het niet gelegen hebben, denk ik. Ja, vooral urban style vind ik leuk. Leuke sneaker, leuke hoodie vind ik wel leuk om dagelijks te dragen. In de ploeg zijn er wel een paar jongens die zich heel mooi kunnen kleden. Ik kan maar één persoon zeggen, zit ook naast mij, Rijvloed.
leeft, die kan zich heel aardig kleden. En wie kan er nog wel een makeover gebruiken? Daar oordeel ik niet over. Iedereen heeft zijn eigen stijl. Op 11 januari wordt bekend wie de winnaar is van de Fashion Player Award. Een prijs die eerder werd gewonnen door onder andere Dusan Tadic en Reza Kujanisjat. En wellicht is het dus Noah Fadiga die in hun voetsporen treedt.